Ik kan bijvoorbeeld iemand helpen met zijn eerste baan vinden. Volgens mij is dat een heel belangrijk punt in iemands leven. Ik denk dat ik heel veel tijd besteed aan het op het gemak brengen van de mensen die bij mij op sollicitatiegesprek komen. Dat begint al bij het moment dat ze een officiële uitnodiging van mij krijgen. Als ik wat meer tijd heb, dan probeer ik in de tussentijd nog even iemand te bellen om te zeggen dat we ernaar uitkijken dat iemand bij ons langskomt. Of om iemand voor te bereiden met wie die zometeen in gesprek gaat. En op het moment dat iemand zich dan aanmeldt bij de receptie, dan probeer ik al het ijs te breken, zoals iedere recruiter dat doet. Maar als ik weet bijvoorbeeld dat iemand eerder in de week een tentamen had, dat ik vraag hoe de tentamen is gegaan. En ik ben daar zo ongelooflijk veel mee bezig, dat eigenlijk het moment dat iemand gaat zitten bij mij, dat ik wil dat iemand zich echt op zijn gemak voelt en open en eerlijk durft te vertellen over wie die is en waarom die op sollicitatiegesprek komt en waar die niet zo goed in is en waar die heel graag in geholpen wil worden in zijn werk. Het komt bijna nooit voor dat sollicitanten die bij mij aan tafel hebben gezeten een aanbieding krijgen uiteindelijk en zeggen dat ze niet bij ons willen komen werken. En ik denk dat dat komt door onze persoonlijke aanpak en vragen over hoe iemand is, wat iemand drijft, hoe we iemand verder kunnen brengen. Ik denk dat de passie voor mijn vak komt bij mijn eigen passie voor dienen. Het dienen van de mensen om me heen. Ik zou willen dat als ik ergens ga solliciteren, dat ik bediend word. En daarom dien ik mijn sollicitanten.